Ik geloof niet dat jullie deze video sneller kunnen liken dan dat ik de allereerste stage heb gehaald. En als ik zo kijk, moet ik alleen maar over de kleuren springen. Dus het is niet heel lastig. De like challenge is begonnen. En wanneer heb ik de stage gehaald, hoor ik je denken. Nou, wanneer ik op de checkpoint sta die voor mij uitligt. Schijnbaar is dit een, en hou je vast, want dit is echt revolutionair, een TikTok-obby. Ik weet niet wie er op een dag wakker werd en bij zichzelf dacht: weet je wat wij echt nodig hebben in het leven? Naast zuurstof en water en slaap en bomen. Een TikTok-obby. En die persoon, wauw, jij bent briljant. Jij bent de belichaming van briljant. Als briljant een persoon was, gewoon meneer of mevrouw briljant, dat ben jij. Ik ben trots op je, een TikTok-obby. Al moet ik zeggen, ik zie niet zoveel wat met TikTok te maken heeft. Ik bedoel, TikTok is een platform waarop je TikTokt. Is TikTokt een werkwoord? Het zal me niet verbazen dat voor de tijd dat ik deze hobby heb uitgespeeld, het een woord is. Maar in ieder geval, ik zie echt heel weinig wat ermee te maken heeft. Maar dit is altijd het irritante aan hobby's. Ik wil niet zeggen dat alle hobby's dit hebben, maar een groot gedeelte ervan heeft het wel. Je hebt items en die zijn awesome. Ik bedoel, ja, een mes voor komkommers snijden en een geweer om... Oké, en een fidget spinner. En het is leuk. En dan denk je van, wow, ik wil de fidget spinner. En dan is het, het is eigenlijk alsnog heel duur. Zeg maar, het is toch best wel schandalig dat wij bij 60 Robux nog steeds zeggen van, oh, dat valt op zich best wel mee. Terwijl het is zoveel. Het is zoveel. Maar het is gewoon, I don't know, 500 Robux minder dan in sommige hobby's. Dus vandaar. Wil jij space powers voor... Nee, bedankt. Zeg maar, als het gewoon een fatsoenlijk bedrag was, I don't know, een halve Robux, dan had ik het misschien overwogen. Maar ik wil eigenlijk wel iets halen in dit spel. Maar laten we dat als challenge voor onszelf stellen. Dat wij proberen om het allergoedkoopste te halen in dit spel. Wat dat dan ook mag zijn. Het goedkoopste wat ik tot dusver ben tegengekomen, dat is een fidget spinner. Die kan fidget spinnen. En daarom heet het een fidget spinner. Oké, ik heb geen idee wat ik zeg. Wat is dit? Oké, dit is hartstikke duur. Dat gaan we dus eventjes niet doen. Oh nee. Val ik in het water? Is dat het geval? Als dat nou gebeurt, ja, dan voel ik me een bal. En dan rol ik overal. Want ja, ik ben een bal. En dan zeg ik, wow, ik ben mal. Want nog steeds ben ik een bal. Hey, dat is mijn nieuwe hitsingle. Als je de naam nog niet weet, het is bal. Het is wel best wel diepgaand, zeg maar. Ik denk van, ja, wat voor naam is nou perfect voor dit nummer? Toen dacht ik van, ik zeg wel het woord bal. Ja, het is verre diepgang. In ieder geval, ja, ik zie wel dat dit de kleur heeft van TikTok, denk ik, soort van. Is dat paars? Groen? Groen? Wat? Er is helemaal geen groen, Job. Ik ben groen. Misschien dat ik daarom groen zei. Nee, maar dit is, ja, dit is amazing. Oké, dus de fidget spinner, die kost 60 Robux. En ik wil dus echt, ik sta erop. Het allergoedkoopste. Misschien kan ik een stage skippen. Dat is ook een soort van iets kopen. Oh nee, wacht, dat is naar het einde skippen. Oké, een skip stage? Ja, is nog steeds 2 keer zo duur als een fidget spinner. Ik weet echt niet, nou, wacht even. Ik zou natuurlijk ook een legendarische duur. Zeg maar, soms, ik weet niet of je dat herkent. Soms kom je ergens in de winkel waar spullen liggen die je kunt kopen. Het is een winkel. En dan zie je iets en dan denk je, wauw, dit is exact wat mijn hoofd, mijn neus, mijn ogen en mijn leven nodig hebben. En dan sta je op het punt om het te pakken en dan zie je de prijs. En gewoon alle positieve bijdragen die je dacht dat het zou hebben, komen te vervallen. Het is gewoon, nee. Het is zo duur, het is allemaal ineens niet meer interessant. Nou, zo is dat dus ook een beetje met wat ik net zag. Waarom heb ik het idee dat we alle kanten op gaan vallen nu? Oh, dat valt op zich best wel mee. Oké. Dus, kijk, die wolkjes, die zijn zo blij. Waarom? Omdat het wolkjes zijn. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Wie wil er nou geen wolkje zijn? Lekker zweven en luchtig zijn. Snap je hem, luchtig? Nee, oké, doei. Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier een boombox. Hoe duur is die? Die is ook heel duur. Ik denk dat ik nu maar gewoon de fidget spinner moet halen. Wil jij de fidget spinner? Ja, en de challenge heb ik... Oh! Oké. Oh jawel, ik heb hem wel. Oké, dus dit is de fidget spinner. En wauw, fijn. Ga me nou niet vertellen dat hij nu weg is. Want dan heb ik hem echt letterlijk 10 seconden gehad. Dat zou gewoon echt een record moeten zijn. Oké, ik heb hem nog. Nice. Nee, maar dus de fidget spinner is, voor zover ik nu heb gezien, het goedkoopste in dit spel. Alsnog dus best prijzig, maar meer van, het is altijd nog steeds goedkoper dan een vliegtuig of een helikopter. Wat op zich ook wel logisch is, want een fidget spinner is een fidget spinner en een vliegtuig en een helikopter zijn een vliegtuig en een helikopter. Alright, laten wij gewoon hierin zitten en een lekker stukje... Oh, ik weet niet, hoort dat? Het ziet er niet uit alsof het hoort. Ah, nu werkt het, nice. Nog steeds
Nog steeds heb ik geen idee waar het TikTok gedeelte naar voren komt. Ik zie vooral een obby waar je gewoon kunt obbyen, als dat een werkwoord is. Maar verder zie ik niet zoveel. Dit is trouwens best wel, ik vind het echt een hele spannende trap. Zeg maar, ik weet niet of jullie het zien, maar wanneer je er overheen loopt, dan verdwijnen de kleuren. En ik heb maar gewoon zo'n idee dat je er dan tussendoor valt als je stilstaat. Dus een beetje voorzichtigheid is wel handig. We kunnen trouwens ook nog wel iets anders halen. Oeh, voor 80 Robux kun je hoger springen. Maar dat is niet het goedkoopste. De fidget spinner was dan alsnog goedkoper. Een iPhone. Oké. I don't know. Zeg maar, ik denk... Oké, wacht even. Het is geen echte iPhone. Het is een iPhone in het spel. Dus meer van... Kijk, als je nou een echte iPhone zou krijgen na de aankoop daarvan, zou ik zeggen... Oké, dat is op zich nog wel een soort van te doen. Maar dit niet. Dit is prijzig. Heel prijzig. Oké, wat hebben we nog meer? Is er iets anders wat redelijk interessant is? Een huisdier is heel duur. Een speedcoil is nog steeds heel duur. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat zou er gebeuren als we dit halen? Dat je gewoon in één keer naar het einde van de obby gaat. Ik bedoel, ik heb het idee dat je in één keer naar het einde van de obby gaat. Maar tegelijkertijd, het makes no sense. Je speelt een spel, waarom? Om het te spelen. Zeg maar, ik denk dat de meeste mensen een videospel aanklikken omdat ze zin hebben om een videospel te spelen. En vervolgens maak je de keuze om je volledige speelervaring gewoon aan de kant te schuiven. Want hey, dan heb je het gehaald. Maar dan heb je dus eigenlijk niet gespeeld. Misschien dat mensen dat doen. Omdat er soms aan het einde van de obby een beloning te vinden is. En als je dan die beloning krijgt, dan kun je misschien de obby daarna nog een keer spelen met die beloning. Misschien dat ik heb geen idee. I don't know. Wat ik wel weet is dat wij zo meteen door deze prachtig mooie portal voor ons gaan. En onze Hanekam is er klaar voor. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik Hanekamiaans spreek. Hanekamstaans. Ik spreek niet de taal van de almachtige Hanekam. Maar als ik er naar kijk en ik zie de fluweelrode kleur, dan heb ik maar zo'n idee dat mijn Hanekam er volledig achter staat dat we deze keuzes maken. Oké, het ziet er naar uit dat we in de buurt komen van het einde van deze obby. Tenminste, dat gevoel heb ik. En waarom kan iemand in Roblox nou nooit normaal glijden? Het ziet eruit alsof we probeerden een bommetje te doen in een zwembad. Maar er is geen zwembad. Ja, dat is exact waar het op lijkt. Maar dat is, je weet, er waren altijd van die mensen in het zwembad die vonden het zo leuk om iedereen nat te maken. Terwijl ik denk dan bij mezelf van... Fijn. Nee, dat dacht ik niet bij mezelf. Ik bedoel nu meer in deze situatie fijn. Ik zit letterlijk vast in de grond. Amazing. Maar goed, je had dan van die mensen, die gingen dan naar het zwembad en die vonden het dan heel leuk om bommetjes te maken naast mensen. Want die mensen werden nat en ik dacht alleen maar bij mezelf... Ik dacht heel even dat mijn lichaam weg was. Dat dacht ik niet bij mezelf. Dat dacht ik in Roblox. Sorry, het wordt verwarrend. Ik dacht alleen maar bij mezelf. Oké, je wilt een bommetje maken naast iemand, want die persoon wordt dan nat. Dat is de grap. Alleen, mijn idee is dan, die persoon is al relatief nat. Waarom dan? Hij zit in een zwembad. Zeg maar, het is letterlijk alsof je gewoon in alle open lucht... Are you serious right now? Alsof je gewoon in alle open lucht gewoon dit bij iemand gaat doen. En dat je dan lacht, omdat je dan zegt van... Er kwam lucht tegen je aan, zuurstof. En dat jij dan zo bent van, ja maar... Er is zuurstof. Ja, we zijn buiten. Snap je wat ik bedoel? Het is meer van, waarom elkaar nat maken in het zwembad? Oké, je hebt ook van die mensen die gaan heel irritant, zeg maar, dat water zo op je spatten. Kijk, daarvan zeg ik, die mensen moet je verbannen naar Mars. En dan hoor ik jou denken, Mars? Waarom Mars? Omdat Twix geen planeet is. En Mars wel. En Mars is ook gebaseerd op chocoladereep. En dat is gewoon awesome. Hoe cool is het dat als je tegen iemand zegt, ik ga Mars eten, dat ze dan misschien 2 seconden denken dat je een planeet eet, maar dat je daarna kunt zeggen, nee, grapje, het is Mars. Waarom? Hoezo? Oké, weet je wat? Prima. Dan zit ik misschien wel onder water, een plek waar geen zuurstof is en waar ik niet kan ademen. Maar ik heb een fidget spinner. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat de situatie rechtvaardigt. We gaan verder. Oh, heel fijn. Heeft iemand een dobberend stukje Dutch tube gevonden. Ja, oké. Let me know. Want ik wil het terug. Misschien. Nee, laat maar. Hoeft niet. Hou het. Geef het weg. Doe het weg. Maakt me niet uit. Interesseert me niet. Oké. Ik denk echt, zeg maar, soms heb je games. Daarvan denk je, deze zijn gebroken. Er klopt iets niet. Het is allemaal niet correct. En soms heb je games. Daarvan denk je letterlijk bij jezelf van... Oké, dit spel had er nooit moeten zijn. En ik wil niet zeggen dat dit de tweede situatie is van wat ik net zeg. Maar dit is de tweede situatie van wat ik net zeg. Dit spel had er niet moeten zijn. Het ziet er letterlijk naar uit alsof er geen mogelijkheid is om dit te halen. Weet je wat ik denk? Ik denk dat het de fidget spinner is. Zeg maar, is dit een gamer die zijn schuld ergens anders naartoe schuift? Ja. Dus ik leg de fidget...
mijn fidget spinner is kwijt. Oké. Okay. Zeg maar, als het nu lukt, dan is het wel serieus echt heel grappig. Want dan weten we dus dat het serieus zo is dat de fidget... Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Dit is de... Nou, niet de slechtste hobby. Maar wacht even. Waar is het TikTok gedeelte? Dat is nou net wat er stond. TikTok hobby. Het is een hobby gebaseerd op TikTok. Ik heb er weinig van gemerkt. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.